In de nacht van dinsdag op woensdag is een jonge bestuurder tot stilstand gekomen naast een viaduct op het Lauwikpad. De bestuurder reed van de Waalbrug richting Lent. Nadat hij van de weg raakte, heeft de bestuurder een stoplicht en een verkeersbord meegenomen. Hij heeft een flinke hoofdwond opgelopen, maar gek genoeg was dat niet waar hij zich druk om maakte. Na het ongeluk pakte de man 2 gasflessen uit zijn auto en gooide die na een aantal pogingen over de muur. Vervolgens vluchtte de man met een ballon in zijn mond, maar agenten in Burger hebben hem in de boeien kunnen slaan en meegenomen naar het politiebureau.